Seth Gaikema belde me 2 jaar geleden of zo op en zei: Jan, er moet een musical gemaakt worden van Oorlogswinter. Ik zei: een musical van Oorlogswinter? Ja, zei hij, daar leent het zich voor. En hij was daarbij betrokken. Ik dacht dat dat helemaal niet kon, maar het is gebeurd. En alles wordt gebruikt. Dus er wordt in gezongen, er wordt muziek gemaakt, er zijn liedjes, er zijn projecties, er is natuurlijk toneel. Er is van alles en nog wat en het is echt mooi gedaan. Ik heb er veel waardering voor hoe professionele acteurs en zangers enzovoort en leerlingen van de toneelschool, jeugd, hoe die samen met heel veel mensen die musical maken, die heel onderhoudend is, die goed te begrijpen is. Ik ben zelf natuurlijk gaan kijken naar de voorstelling en ik was blij verrast. Ik vond het heel onderhoudend. Het boek wordt ook behoorlijk gevolgd. Er zitten hele leuke, geestige scènes in. Maar er zitten ook hele tragische momenten in. Het is echt de moeite waard om te zien. En dat die voorstelling ook in Carré komt, dat kan ik erg waarderen. En ik hoop dat veel mensen hem zullen gaan zien.